Mag ik al? Ja, je mag. Bonjour, dit is de Formule 1 show vanaf de bank. Want we wilden een keer wat anders. Paul Ricard. Ging dat goed met mijn rokje? Max Verstappen krijgt alweer een nieuwe motor voor de derde keer, net zoals alle andere Honda-rijders. Wat vinden we hiervan? Nou, is op zich niet negatief. Een nieuwe motor betekent in principe progressie. Ja. Betekent nieuwe updates, nieuwe technologie en hopelijk betere prestaties. Dus je ziet het in principe gewoon wel positief in? Ik zie het in ieder geval niet als negatief. Nee. Zolang ze met nieuwe dingen blijven komen, zijn ze aan het ontwikkelen en dat is echt wel oké. Vrije trainingen, wat kunnen we daarvan zeggen? Mercedes is toch wat dominant zoals het lijkt. Het was natuurlijk in Canada eventjes, leek het erop dat Ferrari het helemaal had bijgelegd en gewoon erbij was gekomen en misschien wel er overheen was gegaan. Ja. Alleen nu zien we dat na de eerste vrije training in ieder geval Mercedes de dominantie weer terug lijkt te hebben. Ferrari wel daarachter en dan pas de Red Bull. Dus ik verwacht ook wel dit weekend een sterke Mercedes prestatie. Spotverdomme, niet zo spannend, hè? Het is wel een beetje voor de hand liggend weer. Nou, het is zo jammer dat je dan in Canada lijkt het alsof je toch een mooi gevecht krijgt tussen die twee merken, tussen de Ferraris en de Mercedes'en. En dan nu, twee weken later, kom je terug in Paul Ricard en dan zie je dat het eigenlijk allemaal wel meevalt en die Mercedes nog steeds de allerbeste is. Renault was trouwens ook wel behoorlijk opvallend in Canada. Die was absoluut goed. Daniel Ricciardo blij. Ik denk dat Renault een goede kans maakt voor de top 10. McLaren daarentegen zag er wel sterk uit voor hun doen. Wat leuk is voor Lando Norris. Toch een beetje vriend van de show, hè? dus die kan het misschien wel goed gaan doen in Paul Ricard. Ja, Lando. Ja, ik vind het... Nee, ik ga daar niet op in. Moet je erop ingaan. Lando heeft een paar keer dus in mijn DM gezeten. En die behoorlijk ook. Oh. Die pretty girl, leuke chick. Maar jij kent Lando natuurlijk ook wel. Dus ik vraag me af, want nu hij weet dat ik een beetje wat met jou heb, hoor ik niks meer van hem. Nee, nee, zo zie je dus dat hij me eigenlijk heel goed kent, want hij weet dat hij dat niet moet proberen. Hoe vind ik dat vlakkig zijn mannen ook. Oké, uitgespeeld en door. Stijn. Max die wil eigenlijk dat sommige straffen pas na de race worden beoordeeld. Want er zijn nu wat incidenten geweest. Hij vindt het niet helemaal eerlijk. Nou, dat baseert hij natuurlijk ook een beetje op Vettel, hè, in Canada. Ja. Wat vind je daarvan? Ja, dat vind ik wel goed. Ik ben het daar voor een deel wel mee eens. Kijk, bepaalde dingen kan je zeker op een moment zelf beslissen als iets echt overduidelijk is. Maar deze situatie met Hamilton en Vettel was toch een beetje een grijs gebied. Is het nou wel of niet een strafwaardig? Is het echt een fout van Vettel? Of is het ook een beetje de omstandigheden? En het is zo'n belangrijke beslissing die je maakt. Want je kan echt dus iemands race ermee maken verneuken. Of kraken. Ja. Ik wou het iets netter zeggen, maar inderdaad, je kan ook iemands race ermee verneuken. Ja. En dat is, nou ja, als je kijkt hoeveel commerciële belangen er gemoeid zijn en hoeveel energie iedereen erin stopt, is dat misschien een beetje oneerlijk dat één iemand de beslissing kan maken of zoiets dan wel of niet klopt. En dat moet je dan ook in een hele korte tijdspan doen. Kijk, als je overduidelijk nogmaals iets hebt, tuurlijk, dan is gewoon een gepaste straf gelijk een straf geven. Want je wil ook niet dat iemand die een straf verdient en waarvan het echt duidelijk is, dat die nog voor iemand anders de race kan beïnvloeden als die al weet dat hij de straf toch gaat krijgen. We gaan naar Paul Ricard. Heb je er zelf wel eens gereest? Zeker, best veel. Twee weken geleden nog. Ja. En ik vind het een leuk circuit. Het grappige eraan is eigenlijk een paar verschillende dingen. Ten eerste heb je heel veel verschillende layouts. Het staat ook voor High Tech Test Track. Okay. HTTT Paul Ricard heet het officieel. Oh joh. En het is ontwikkeld en gemaakt door Bernie Ecclestone. Ja. De voormalige eigenaar van de Formule 1. En ook met het doel dat alle teams hier alles kunnen testen. Je hebt ook sproeiinstallaties om het circuit heen die het circuit kunnen nat maken. Ik heb hier ook wel eens een bandentest voor Michelin gedaan. En het moesten ook regenbanden testen. Het was hoog zomer, 34 graden. Toen hebben ze gewoon een sproeiinstallatie aangezet. En dan kan je alsnog in de zon met 34 graden een regenbandentest doen. Kun je daar goed mee omgaan met natte dingen? Dat is wel mijn specialiteit tegenwoordig. Ja, fijn. Ja. ik wil heel professioneel doorgaan, maar in mijn hoofd is het heel grappig. Oké, maar dit is heel interessant wat je vertelt. Godverdomme, stil. Wat vind je van de strepen op de baan? Dat zijn hele ruwe strepen, een soort schuurpapier. Mm-hmm. De blauwe zijn al heel ruw, de rode nog ruwer. En die hebben ze er gemaakt om te zorgen dat je wel van de baan af kan gaan, dat je niet gelijk in de muur zit, maar dat het niet goed is voor je banden en je wel een beetje je race ermee verpest. Weet je waar je deze strepen ook veel ziet? Heel benieuwd. Nee, dat is echt waar. Op de ramen van vooral vrouwen die op vrouwen vallen.
Dat zie je heel vaak. Weet je waarom? Ik ben heel benieuwd. Ze zijn beter in soppen dan in trekken. Ja, oké. Okay. Stijn, we hebben het er nu een beetje over gehad. Ja. Show alles wat interessant is. Dress, lange stukken. Ik laat even een kort rondje zien. Laten we beginnen op het rechtstuk. Ja. Die is hier. Vervolgens hebben we die bocht 1-2 die ik net even benoemde. Korte chicane, kan wel eens wat gebeuren bij de start zoals we vorig jaar zagen. Dan krijgen we weer een rechtstukje. En gaan we door naar de middelste sector. Die is vanaf hier. Ja. Tenminste, die begint hier. Dus hier heb je weer een chicane stuk, korte bocht. En dit is allemaal vol gas. Heb je een heel lang rechtstuk. DRS erbij. En... DRS erbij en hier dus de chicane die ik zelf niet heb gereden toen ik hier reed en de Formule 1 dus wel doet. Hier kan zeker actie komen. Hier wordt wel eens wat uitgeremd. Je hebt dus die DRS-zone ervoor. Snelheden zijn hoog, lange remzone, dus inhalen. Dan vervolgens allemaal weer vol gas, vol gas, vol gas. Dit is een hele spannende bocht, maar inmiddels voor de Formule 1 ook allemaal vol gas. En hier wordt het interessant. Dit is echt de technische sector, die laatste sector. Hele lange bochten waar je de bocht in remt. En daar komen wel een beetje de getalenteerde jongens boven de minder getalenteerde jongens, laat ik het zo zeggen. Dat geldt eigenlijk voor de hele laatste sector. Deze bocht, dit is allemaal vol gas. En hier ook opnieuw de bocht inremmen. Erg technisch, kan je ook je banden goed op stuk rijden als je het niet goed doet. Dus hou dat ook in de gaten. Leuk. Laatste bocht is dan weer een hairpin, heel langzaam, waardoor je dus dicht op elkaar komt. En hopelijk dan bij de DRS-zone op het normale rechtstuk ook iets kan doen in die eerste bocht weer. Ook wel een leuk detail is de infrastructuur. Dan gaan ze hebben het over Zandvoort, dat het helemaal ruk gaat worden. Maar hier sta je ook wel 10 uur in de file als je hier naartoe gaat. Het is ja, echt klopt. Helemaal kut. Het is een bergpas eigenlijk bijna naar boven toe. Ja. Het ligt een beetje op, klein beetje op hoogte. Het circuit niet heel hoog, maar wel een beetje. Dus je moet een enkele weg die het circuit aan- en afvoert is er eigenlijk. En daar moet je overheen om er te komen. Dus de geruchten gaan dat ze zelfs nog in de file staan van vorig jaar. Maar gelukkig hebben we gezien dat Max bijvoorbeeld met de helikopter komt en zo ook veel andere coureurs. Maar ja, nee, het is niet ideaal te bereiken. Dus het is getuigd wel dat het mogelijk is om met slechte infrastructuur toch een Formule 1 Grand Prix te organiseren. Precies. Wel iets minder leuk nieuws, namelijk Hans Ernst is overleden. Kun jij daar wat meer over vertellen? Ja, dat is de voormalige eigenaar van het circuit van Zandvoort. Ja. Die heeft 25 jaar lang... aan het hoofd van het circuit gestaan. En mede verantwoordelijk voor het feit dat het circuit nog steeds ligt. Veel omwonenden hebben natuurlijk altijd geprobeerd het circuit daar weg te krijgen. Die vonden het vervelend, overlast, noem maar op. Dus we hebben hem mede te danken dat we nu de Grand Prix van Nederland daar kunnen organiseren. En die is volgens mij na een ziektebed uiteindelijk overleden. Maar het is wel mooi dat hij nog net heeft meegekregen dat de Grand Prix in Nederland er komt. Absoluut. Ik denk dat hij daar heel, heel blij mee is geweest. Dat is wel weer fijn dan. Desalniettemin wel triest dat hij er nu niet meer kan zijn voor de race zelf. Wat is er allemaal op Instagram voorbij gekomen, ondanks alle lekkere Insta, mooie meiden? Ja, daar heb ik doorheen gescrolld en ik heb ook een beetje over de Formule 1 gezien. Okay. En ik zag onder andere dat Lewis Hamilton erg druk was bij de Paris Fashion Week. Ik heb zoiets leef en laten leven als die jongen dat leuk vond. Hij krijgt altijd veel kritiek, hè? Als hij op dit soort evenementen zichzelf vertoont vlak voor een race. Dan vragen veel mensen zich af, ja, je krijgt zoveel geld betaald om Formule 1 te rijden. Moet je je daar niet op voorbereiden? Is dat niet veel belangrijker dan je gezicht te laten zien bij dit soort evenementen? Maar ik ben het met jou eens. Ik zeg gewoon, als dit zijn manier is om zich goed voor te bereiden, zolang hij presteert, mag je hier eigenlijk bijna geen kritiek op hebben. Wat is er nog meer op Instagram gebeurd? We hebben een leuke foto van Carlos Sainz. Ja. Die is namelijk... zijn Instagram is gehackt door zijn teamgenoot Lando Norris. Die heeft namelijk een foto gepost waarin Carlos ten eerste aangeeft dat hij onwijs fan is van Lando en dat het echt zijn idool is. En de geboren Madrileen, die groot fan is van Real Madrid, heeft daaronder ook gezet dat hij onwijs fan is van Barcelona. Dat doet hij leuk, moet ik nageven. Absoluut, eerlijk is eerlijk. Dus volgtip is zeker Lando Norris op Instagram. Ja, denk er wel om dat hij niet in je DM slijt. Dat kan ook nog gebeuren. De technische vraag van deze week, Stijn. Ja, die is van OG Cracker. Die schrijft namelijk, die heeft eigenlijk de vraag of jij ook zelf aspiraties hebt om te gaan racen. Ja, leuk. Ik zou echt wel mijn racelicentie willen halen ook. Ik denk dat ik je de beste uit zou kunnen rijden. Oké. Ja, vrienden, dit was alweer de Formule 1. Bier, hè? Dit is, geef een meisje een biertje en...
dit was de Formule 1 Show. Bedankt voor het kijken. We racen zondag om 3:10. Doei. Doei. Jij mocht ook nog wat zeggen. Ja, ik wou nog even anders dan...